Michael Breij, altijd een toonbeeld van energie. Ook tegen FC Emmen was je belangrijk met een doelpunt en een assist. Hoe is het gevoel in de groep? Ja, op zich eerste wedstrijd voor eigen publiek weer. Iedereen keek er heel erg naar uit. Ja, je kwam 2-0 achter, maar ik denk dat we wel een bepaalde strijdlust hebben laten zien waar het publiek ook van kan genieten. Dus ja, er is nog niet heel veel aan de hand. Liever had je gewonnen natuurlijk, maar ja, we kijken alweer uit naar morgen. Tegelijk hoop ik niet dat die manier weer nodig is, want zo terugknokken is leuk. Maar liever is dat helemaal niet nodig. Maar hoe ze dat gedaan hebben, zeker na de gemiste penalty, toch nog die energie kunnen vinden. Dat vertrouwen om tot de allerlaatste seconde zo te knallen. We eindigen in een soort 2-3-5 opstelling met iedereen in de spits. Ja, dat hebben ze echt top gedaan. Je zei al, dat is misschien wel het belangrijkste wat ik in ieder geval terug wil zien. En nu doorbouwen op die voetballende lijn. Ja, het voetbal maken we hele goede stappen. We krijgen denk ik een paar goede kansen in de eerste helft. Schot van Verde, schot van Sylvester van der Water. Meerdere corners en vrije trappen, maar ja, daar scoor je niet uit. Dat is geen ramp. Na een half uur 0-0 staan is niet erg. Maar na drie kwartier 0-2 achter staan, dat is wel erg. En dat verschil, daar moeten we steeds beter in worden. En daarin is Telstra wel een hele uitdagende tegenstander. Want we hebben ze gezien tegen PSV afgelopen maandag. Een ploeg met heel veel dreiging, maar ook heel erg goed in hun omschakeling. Snelle spitsen, spelen snel vooruit. Dus echt een goede tegenstander voor ons. Om beter te worden en voor de laatste weken niet goed gedaan hebben. Je geeft de doelpunten misschien te makkelijk weg en je scoort te weinig, denk ik. Dat zijn dingen waar jullie nu weer aan willen werken tegen Telstar ook? Ja, zeker. Eerste half uur was gewoon echt prima. Ik denk dat we de overhand hadden en zij hadden 2 kansen, 2 goals. Dat moet er natuurlijk uit. Uiteindelijk wat ik net al zei, strijdlust was bizar. En als de wedstrijd wat langer had geduurd, hadden we hem waarschijnlijk ook nog over de streep getrokken. Maar goed, liever niet achterkomen en sneller op voorsprong. We hebben bewust gekozen voor een kleinere groep nu. Waardoor iedereen weet, voelt en merkt dat hij altijd nodig is. Dat is soms vervelend als je wissel bent. Neem Floris Mand, vorig jaar heel veel gespeeld. Bijgetekend, nou, alles lijkt leuk en dan begint de competitie weer wissel. Maar een uur later moet je al invallen. Help je de ploeg terugkomen van 0-2 naar 2-2. En een week later is Bergsma geblesseerd. En moet je starten. Ja, dat zullen we dit jaar heel veel nodig gaan hebben. Spelers die zo betrokken zijn, scherp zijn. En soms de teleurstelling te verwerken krijgen. Maar snappen, we hebben dit jaar echt elkaar hard nodig. Want zonder 15, 16 spelers gaan we het nooit redden, die 40 wedstrijden. En dat is nu met Smant en Bergsma zo. Maar het zal op meer plekken gaan gebeuren. Dat spelers elkaar moeten afwisselen om samen sterk te zijn. Kijk, ik ben ook pas 26 en ik zit nu met allemaal gasten van ja, gemiddeld denk ik 21, misschien wel jonger. Maar zoals met Wiebe vind ik fantastisch. Die jongen is zo nuchter en traint elke dag hard. Vind ik mooi om mee te werken en dan scoort hij ook nog. Dus ja, de rol die ik nu heb bevalt me zeker. Bergsma, je zei van hij is geblesseerd. Hoe lijkt dat? Ja, niet heel erg. Hij is al buiten aan het trainen al. Wel met de medische staf nog, dus niet goed genoeg om mee te gaan. Maar ik heb wel hoop dat het niet heel lang gaat duren. In ieder geval een waardig opvolger natuurlijk met Floris. Is hij in staat om gewoon 90 minuten weer te spelen? Ja, hij is met een blessure de zomer ingegaan, toen geopereerd. Hij heeft al best goed kunnen opbouwen. Van minuut of 20 naar 60 naar 90. Tegen Royal Frambarais heeft hij 90 gespeeld. Nu ingevallen een hele zware pot, waar hij 3 kwartier lang heen en weer moet sprinten, rennen, duelleren, koppen. Dus hij zit er heel goed in, hij is topfit. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Telstar uit is altijd moeilijk. Ze spelen ook 5-3-2 of 3-5-2, hoe je dat wil noemen. Dat is altijd lastig. Maar inderdaad weer een mooi moment voor ons om te laten zien hoe wij daarmee omgaan. Wat verwacht je van Telstar? Ja, vooral heel veel snelheid, heel veel dreiging. Heel anders dan Emma was. Emma ging inzakken. Liet ons aan de bal. Nou, ik Telstar gezien tegen PSV, maar ook in andere wedstrijden. Willen ze veel afjagen, hoog druk zetten, snel naar voren spelen. Ze hebben een keeper met een hele goede trap. Snelle aanvallers, dus echt wel een ploeg waar de dreiging van afspat. Dus ik denk dat het best wel een open wedstrijd kan worden met 2 ploegen die veel kansen willen creëren. Tot slot, Mitchell Paulussen, dat was jouw maatje hier natuurlijk, die speelt hier niet meer. 2 doelpuntjes, heb je hem nog even gesproken? Ja, zeker. Hij belde ons, ik zit met Dokerschmidt en Mitch in groepsapp nog. Dus hij belde ons gelijk na de wedstrijd. Die was door het dolle heen. En ja, ik ben super blij voor hem. Echt een fantastische stap. En dat hij ook nog 2 keer mag scoren daar is geweldig. Dus ja, ik ben super blij voor hem.